koelbloedige crimineel De Langen heeft wederom zijn slag geslagen. Met zijn bekende handlanger De Korte ging hier bij een plaatselijke banketbakker vandoor met een aantal verdachte pakjes gist. De Lange en zijn maat wisten, ondanks kordaat optreden van de plaatselijke sterkarm, spoorslags de buit buiten de stadsmuren te smokkelen. We zijn in de vredige omgeving van het Brabantse Waalwijk, waar, zoals we uit de schokkende beelden zagen, de misdaad wellicht tiert. Hier gaat onze kleine grote held van vandaag, Jurie van Gelder, uit vissen met vriend Bas. En die zit bij ons in het complot. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let him go again. Nou zeg, moet je kijken. Die Jurie die pakt even lekker uit. Wat een spullen. Het aas gaat het bakje in en dat wordt met een radiografisch bestuurbaar bootje naar de andere kant van het kanaal gevaren. Daar aan de overkant zitten de vraatzuchtige karpers die Jurie wil vangen. En daar moet dus dat bootje naartoe. Nou, volgens mij was het opletten dat die schroef zeg maar niet in die rotslag komt. Ja. Hij is ook perfect nog. Ja. Ja, want er zitten twee riptuigen daar. Hupsikkedekkie, het bootje het water uit, het dobbertje vlotjes, nou ja, vlotjes, het water in. Het was? Nee, maar. Echt waar? Ja, dat is vervelend. Ik ben aan het vissen. Ja, kom er nou aan. Oké, tot zo. Doei. Mijn moeder staat voor de deur. Kan er niet in. Kijk, ik vecht neer, hè? Ik zie zo al. Tot zo. Dit is wel zo, hè? Ja. Goed. Ik kan er even met halen. Ja, wie weet. Bas moet dus even weg. Een oeroude bananensplittruc. En nu denkt Jurie dat hij helemaal alleen is. Maar dat blijft niet lang zo, want Bananensplit slaat toe. Hé! Hey! Wie hebben we daar? Lange man! Hé, hey, kabouter! Zeg! Heb maar voor je! Gaat goed! Vlak onder de ogen van onze topturner laat de Lange, geen familie van Ilse, de verdachte pakjes met net zo'n handig bootje als van Jurie naar de overkant varen. Want daar wordt het opgevangen door De Korte. Geen familie van Jules. Hé, ben jij volgende dek ook, hè? Oké. En dan tempo, hè? Ja. Ja. Hé, kom maar. Lopen. Door. Oké. En zo is Jurie getuige van de perfecte misdaad. Tempo! Nou ja, bijna perfect. Tja, wat moet je daar nou van denken? Ah, Bas is terug. Nu kan Jurie eindelijk zijn ongelofelijke verhaal kwijt. Ja? Ja? Is er iets mals gebeurd, hè? Ja. Ah, waar dan? Lilliputter met een boot. Als je dacht dat het bij een lilliputter met een boot bleef, ook de sterke arm sturen we op Jurie af. Vertel eens dan, jongen. Goedenavond. Michael. Hoi. Hey. We hebben even een vraag eigenlijk aan jullie allebei. Er is hier een tijdje geleden is er een dorp gebeurd.
En we hebben nu een vraag of jullie hier het een en ander hebben gezien. Ja, dat liep een liepertje daar zo. En aan de overkant twee mannen op een bootje die even hier gingen. En een paar in de schreeuw en dan naar buiten. Ja, toen ging het, hè? Niet gebeurd toch? Hoe groot? Ja, een liepertje. Hè? Dus volgens mij, ja, dat zit niet in de zon. Wat had hij best wel voor kleding aan? Had een petje op. Kleurpetje. Zwart. En waar hebben die mensen ongeveer gestaan? Ja, ten eerste die twee aan de overkant daar zo. Nou, daar. Zo moet het uitgaan. Ja. Het broodje ging ongeveer te water daar bij het witte ding wat daar ligt. Ja. Zo, de mini-putter die komt daar vandaan. Het is ongeveer een 25 meter van de wel. Oh, misschien moet je heel even een blik aan het werpen aan die kant even. Ik wil even zien met mensen, ik moet een andere twee mensen. Kijk, eerst even een beetje, ja. Maar, wat hebben ze gedaan? Want ik snap het niet helemaal het verband met de overkant. Twee mannen staan daar met een soort poolbootje, wat ik hier ook heb. Wat is het? Wat is het voor een ding? Een? Het is een voerboot. Een voerboot. Nou, heb ik geen verstand van vissen? Ja, ja. Klein mannetje, bootje. En dan pakt het signalement ook nog zeer verdacht voor Jury uit. Hier volgt het signalement van de verdachte. De verdachte is vrij klein. Ongeveer 1,55 groot. Heeft het echt peetjes. En is in het bezit van een radiografische boot. Meneer, even een vraagje. Wat is dat? Dat zijn mijn bakstenen, nee. Dit zijn jouw bakstenen? Of ben je deze aangehouden? De koelbloedige crimineel is gevlucht. En Jury is het zoveelste onschuldige slachtoffer. Slachtoffer van politie en justitie. En slachtoffer van... Je bent er gloeiend bij, jochie. Ik ben van alles prins. Ja, ik vond hem wel leuk. Ik vond hem leuk. Kijk eens naar de camera.